Goedemiddag. Wie een sociale woning wil huren, die mag niet te veel spaargeld meer hebben. In Colombia stort een arena in tijdens stierengevechten. Er zijn zeker 4 doden. En net geen podiumplaats voor de Belgische mannen in de 3x3 basketbal. Jammer. Eerst de trieste verjaardag die er zit aan te komen. Die van de watersnood in Wallonië vorige zomer. 11 maanden later is 90% van de slachtoffers vergoed. Dat leren de cijfers van Assuralia, de koepel van verzekeraars. Maar die verzekeraars die sturen ook wel een waarschuwing. Meer van dat soort zware overstromingen kan de sector niet trekken. Op 14 juli veroorzaakte ongeziene regenval zware overstromingen in Wallonië en Limburg. Hier in Pepinster bijvoorbeeld werd de Vesder een verwoestende rivier die huizen en auto's vernielde. De dodentol liep op tot 41. De overstromingen leidden tot meer dan 75.000 schadegevallen, waarvan 6.900 auto's. En de kosten worden geraamd op 2,5 miljard euro, gemiddeld zo'n 30.000 euro per dossier. Bijna 1 jaar na de ramp is nu 90% van de slachtoffers vergoed, 10% dus nog niet. Vaak heeft dat te maken met het ontbreken van nog een aantal stukken, bewijsstukken. In de streek was het heel lastig om bijvoorbeeld de juiste bestekken te krijgen van aannemers voor die de opdracht moeten uitvoeren. Ook vertraging in het uitvoeren van de werkzaamheden zelf. Wat maakt dus dat een dossier niet op tijd klaar is? Verzekeraars moeten natuurrampen verzekeren tot een wettelijk plafond. En deze keer hebben ze meer betaald dan wettelijk moest. Maar zulke rampen zullen door de klimaatopwarming wellicht vaker voorkomen. En dat kunnen verzekeraars niet aan. Ze pleiten voor meer steun van de overheid. Als het niet verandert, ofwel gaan de verzekeraars niet kunnen tussenkomen, hè, dus en dan zal de dekking beperkt blijven. En als we de dekking zeer hoog moeten uitbreiden zonder beschermingsmechanismen ergens en zonder tussenkomst van de overheid, dan gaat het onbetaalbaar worden met gevolg dat mensen geen verzekering meer gaan onderschrijven. En dus dat willen we niet. Dit was altijd al de doelstelling van deze Vlaamse regering. Zorgen dat de schaarse sociale woningen terechtkomen bij mensen die ze ook echt nodig hebben, omdat ze een laag inkomen hebben. Een weg daarnaartoe is nu goedgekeurd. Vanaf 2024 moeten nieuwe kandidaathuurders niet alleen binnen een bescheiden jaarinkomen blijven. Ze moeten ook kunnen aantonen dat ze maar een beperkt bedrag aan spaargelden en beleggingen bezitten. Wie meer heeft, die moet huren op de gewone huizenmarkt. Sociale woningen en appartementen met een lage huur, het zijn er maar weinig. Slechts 155.000 voor heel Vlaanderen, 170.000 gezinnen staan op de wachtlijst. En daarom verscherpt de Vlaamse regering de voorwaarden. Nu al was het zo dat je loon of je uitkering niet boven een maximum mag liggen. 26.000 euro voor een alleenstaande en 41.000 als er een kind of ander persoon ten laste is. Daarbovenop komt nu een tweede voorwaarde. Je mag ook niet meer spaargeld of belegging hebben dan diezelfde bedragen. 26.000 of 41.000 euro. We gaan het dus alleen controleren in de 2 stappen vandaag bij de toewijzing van een sociale woning. Dat is eerst op het moment dat je je inschrijft op een wachtlijst. Op dat moment wordt er u gevraagd om een verklaring op eer af te leggen. Dit er zal in bestaan dat je niet meer dan dat bedrag op je spaarrekening staan hebt. Maar dan, als je de wachtlijst doorlopen hebt, komt er de toewijzing van een sociale woning. Op dat moment gaan we vragen om effectief rekeningafschriften voor te leggen van al uw rekeningen. En daar zal dan gecontroleerd worden of je al dan niet boven dat bedrag zit. Het doel is simpel. De schaarse sociale woningen voorbehouden voor de meest behoeftigen. En dat is belangrijk voor die sociale huurders zelfs, of die kandidaat sociale huurders, dat we die eerlijkheid terug in dat systeem brengen. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat de Vlaming, die mee betaalt om die solidariteit te betonen, dat die ook weet dat zijn centen gebruikt worden om de juiste mensen te helpen. Het nadeel is, geleidelijk aan krijgen nog minder een mix van bewoners. Het gevaar dreigt dat sociale woonwijken ghetto's worden voor armen. Al wie een bescheiden spaarboek heeft, wordt naar de gewone, dure huizenmarkt gedreven. De lagere middenklasse zal misschien 25.000 tot 40.000 euro spaargeld hebben, maar dat betekent niet dat ze het gemakkelijk hebben op de private huurmarkt, hè.
Nee, maar inderdaad. Maar eerst en vooral die solidariteit die we betonen via die sociale woningen, die moet in de eerste plaats gaan naar die mensen die hier het meest recht op hebben. Ten tweede zijn er natuurlijk ook nog andere systemen. Hè. We werken nog aan nieuwe verhuursystemen. We werken ook naar een groter aanbod aan de onderkant van die private huurmarkt. Dus daar zijn nog andere systemen waarbij we dat proberen te ondersteunen. Huurdersorganisaties zijn in elk geval niet te spreken over de nieuwe maatregel. Zelfs wie een spaarpotje heeft, zeggen ze, kan daarmee nog geen goede woning huren op de privémarkt. En het is ook niet dat de enorme wachtlijsten voor sociale woningen nu plots zullen verdwijnen. Het belangrijkste bezwaar is dat hij opnieuw afleidt van de grote nood aan meer sociale huurwoningen in Vlaanderen. En op deze manier worden er steeds strengere voorwaarden opgelegd aan sociale huurders en kandidaathuurders, terwijl de absolute prioriteit uit het oog verloren wordt, namelijk de groei van die sociale huurmarkt. In de Schelde is er diesel gelekt vanuit de raffinaderij Total Energies in de Antwerpse haven. Boosdoener is een lek in een koelinstallatie. Die werd onmiddellijk stilgelegd en het koelwater is ondertussen weer zuiver. Maar er heeft dus een tijd lang een olielaagje op de Schelde gedreven. Of dat ook schade aangericht heeft op de oevers of in het water van de stroom, weten we nog niet. Het product dat in de Schelde terechtgekomen is, was zeer beperkt. Dat was een dunne film. Dat gaat natuurlijk met de stromingen mee. Wij zullen monitoren of dat ergens een impact zal hebben. Dat zullen we dus blijven doen, ook vandaag. Zelfs al is de situatie bevestigd dat ze terug normaal is, zullen wij blijven monitoren of dat er nergens geen verdere reinigingsacties nodig zijn. En dan, zoveel vragen nog na wat eergisteren in Merksplas gebeurd is. Een man die onder voorwaarden vrij was, gijzelde zijn ex-partner en stak haar zoon dood. Had dit vermeden kunnen worden, is een van de vragen met een mobiel stalkingalarm bijvoorbeeld. Daar pleiten specialisten alvast voor, in het hele land dan, want er loopt al een proefproject in Oost- en West-Vlaanderen. Slachtoffers kunnen met één druk op de knop de politie alarmeren wanneer hun stalker opduikt. Dit is de knop waar slachtoffers van stalking in nood kunnen opdrukken. Dus op het moment dat nodig is, druk ik op de knop. Die knop zit hier of hier, dicht bij mij. Die knop gaat verbinding maken met mijn gsm. Mijn gsm gaat via de app 112 automatisch bellen naar de 101. Daar krijgen ze alle gegevens heel snel binnen en kan er zo snel mogelijk op ploeg ter plaatse gestuurd worden. Want via de app 112 op de gsm van het slachtoffer kan de politie automatisch zien wie er in nood is en waar het slachtoffer zich bevindt. Die informatie komt bij de politiediensten binnen. Zij horen via de gsm wat er zich ter plaatse afspeelt. Ik heb die al 100 keer gedacht. Dus gedaan? Zeg, alsjeblieft, nee, doe dat niet. Ik zie je graag, alsjeblieft. Ik had je al 100 keer gezegd. Nee, ga weg, ga weg. Blijf van mij. Binnen de 10 minuten komt dan een ploeg ter plaatse. 23 slachtoffers hebben nu van de politie zo'n knop gekregen. Enkel de zwaarste gevallen. Er zijn 22.000 aangiftes van stalking op een jaar. Er zijn ook enorm veel aangiftes van intrafamiliaal geweld. We maken een afweging waarbij dat we de knop geven aan de situaties die levensbedreigend zijn. Sprake van stalking is, waarbij dat contact volledig verbroken is. Meestal gaat dat over ex-partners. Want dat is belangrijk. Verbreek elk contact, reageer niet op berichten en doe van elk feit aangifte. Maar dat ook de knop levens redt, is al bewezen. Een situatie waarbij een man voor zijn ex-partner stond met een mes. En op het moment dat de ploegen toekwam, had zij zich nog wat kunnen verschansen. En hebben ze hem onmiddellijk kunnen inrekenen. In Beieren zijn de leiders van de G7 nog altijd bijeen. De 7 rijkste industrielanden. En ze hebben via een videoverbinding met de Oekraïense president Zelensky gepraat. Achter gesloten deuren gebeurde dat. De wereldleiders bespreken intussen nieuwe maatregelen om Rusland nog verder in de hoek te drijven. Een boycot van Russisch goud bijvoorbeeld en een prijzenplafond, moet ik zeggen, voor Russische olie. Het blijft toch altijd wat onwennig. Voor de camera's een spontane en informele indruk maken. In kostuum, maar zonder das. De officieuze dresscode van elke G7-top. En voor je het weet, flap je er wat uit. Splendid. Now you can just look at me.
Ongetwijfeld een grapje van de Canadese premier Trudeau, maar voor sommige wereldleiders misschien toch met een grond van waarheid. President Macron is verzwakt op het thuisfront en ook Joe Biden staat politiek wankel. De crisis in Oekraïne sleept aan en dat dreigt de eenheid in het westerse kamp langzaamaan te ondermijnen. Al willen ze dat niet gezegd hebben. De G7 supporters of Ukraine around the world have to continue to help the Ukrainians to rebuild their economy, to get their grain out, to export their grain. And of course, we have to help them to protect themselves. Net die dingen gingen de leiders vanmorgen bespreken met de Oekraïense president Zelensky. Maar zoals alle vergaderingen van de G7 gebeurde dat achter gesloten deuren en weten we niet precies wat Zelensky gezegd heeft. Al was het wellicht iets in de lijn van wat hij zei in zijn laatste videoboodschap aan zijn bevolking gisteravond. Лідери великої сімки, які саме сьогодні зібрались в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо. En dat klonk meer als een uitdaging dan als een oproep aan de G7. Laat zien wat je waard bent om Rusland te stoppen. Ja, die G7 hebben dus met Zelensky gepraat. Dag Tom van de Wegen in het mooie Garmisch-Partenkirchen. Het was achter gesloten deuren, hè, dat is duidelijk. Maar weten we toch iets van wat daar gezegd is? Iets meer? Wel, de details moeten nog bekend raken. Maar Zelensky heeft blijkbaar de wens uitgedrukt, Goedele, dat de oorlog tegen de winter is afgelopen. De hoop, zou je kunnen zeggen. En het ziet er ook naar uit dat hij ook zal krijgen wat hij al een tijdje vraagt. Hè. Sterkere wapens, meer sancties, meer geld. De Amerikanen hebben al beloofd dat ze een beter luchtafweersysteem zullen sturen naar Oekraïne. Dat ze zelf ook al gebruiken rond het Witte Huis bijvoorbeeld, rond het Capitool. Een systeem van Noorse makelij is dat. En er komt ook meer geld om Oekraïne herop te bouwen. En dan zijn er nog een reeks nieuwe sancties in de maak om Poetin te raken. Bijvoorbeeld tegen Russische staatsdefensiebedrijven of tegen Russen die oorlogsmisdaden begaan of meehelpen bij de diefstal van Oekraïns graan, hè, wat op dit moment volop bezig is. Ja, op alle fronten wordt gezocht naar manieren om het Rusland moeilijk te maken. Ondertussen, er is nu sprake van dat plafond op prijzen voor Russische olie. Hoe zou dat er concreet kunnen uitzien? Ja, ook daar is het nog wachten op een meer precieze uitwerking. Het is een Amerikaans voorstel om zo'n prijsplafond op Russische olie te zetten. Omdat het volgens hen beter werkt dan wat Europa van plan is. Je weet dat de EU tegen eind dit jaar de import van Russische olie met 90% wil verminderen. Maar de Amerikanen vrezen dat, ja, dat de olieprijs verder de hoogte in zal jagen. En het is inderdaad toch wel een pervers systeem. Want hoe hoger die olieprijs, hoe meer de Russen eraan verdienen en hun oorlogsmachine kunnen voeden. Een prijsplafond moet daar dus een einde aan maken. En dan komt er ook mogelijk eentje voor Russisch gas. Hè. Nu, gisteren leek Europees president Michel nog heel voorzichtig. Maar als de EU inderdaad overstag gaat, dan is het nog onduidelijk wat dat betekent voor het Europese voornemen. Hè. In elk geval, een wereldwijd prijsplafond op Russische olie kan alleen maar werken als er ook andere grote spelers meedoen. En het is juist daarom ook dat India hier op deze top is uitgenodigd. Een land dat ja, nu volop aan het profiteren is van goedkope Russische energiegoederen. Ja, er is heel veel waar rekening mee gehouden moet worden, dat is duidelijk, Tom. De vergaderingen die gaan daar nog door tot morgenmiddag normaal gezien. Vanavond zien we je weer in elk geval. Dag, Tom. Stiergevechten dan. Die zijn nooit zonder risico. Maar tijdens zo'n gevecht in Colombia bleken niet de stieren dodelijk te zijn, maar wel de arena zelf. Die stortte in namelijk, wat fataal afliep voor 4 mensen. Er zijn daarnaast ook nog 300 gewonden. Het drama speelde zich af in El Espinal. En voor de pas verkozen president van Colombia is het meteen een aanleiding om voor een verbod te pleiten op dit soort evenementen. Wat begint als volksvermaak eindigt als een drama. Wanneer waaghalzen de stier komen opjutten, worden ook de toeschouwers wild. Te wild. Het lijkt op een mierenhoop. Mensen in paniek, een verdwaasde stier die niet weet wat er gebeurt. Eén toeschouwer kan nog net van de instortende tribune springen. Ahí fue donde me fracturé un pie y la muñeca en la mano derecha. Pero de tal manera eso fue muy tenso, fue como un juego de dominó que se vino desgranando, se fue desgranando eso
hasta que se vinieron todos palco al suelo. Anderen hebben minder geluk. Vier mensen overleven het niet, onder wie een baby. Bij de 300 gewonden zijn er 6 erg aan toe. In zo'n krakkemikkige constructie had de tol nog erger kunnen zijn. Inicialmente 8 palcos colapsaron estructuralmente, ya que pueden dar cuenta que es una estructura en guaduas y madera. Estábamos, como digo, en el ruedo cuando vimos que el efecto dominó, cayó esta estructura. De pas verkozen president van Colombia, Gustavo Petro, noemt de zogenoemde Corralejas gevaarlijk voor mens en dier en wil een nationaal verbod. Deze stier van El Espinal komt er met de schrik vanaf, maar hij leeft. Tijdens de Gay Pride in Istanbul in Turkije zijn bijna 400 mensen opgepakt. De Pride is een optocht van de LGBTQ+-gemeenschap. De burgemeester van Istanbul had de mars verboden omdat hij bang was voor onrust. Maar er kwamen desondanks toch honderden manifestanten met regenboogvlaggen opdagen. Die werden gearresteerd dus, maar ze zijn ondertussen wel weer vrijgelaten. En er blijft ondertussen commotie over het Amerikaanse abortusrecht als federaal recht geschrapt vorige week door het Hoge Rechtshof. Ook artiesten laten blijken wat ze daarvan vinden. They judge you, they judge Christ. Godspeed for women's rights. They judge you, they judge Christ. Godspeed for women's rights. They judge you. De beroemde Amerikaanse rapper Kendrick Lamar eindigde met een klaar en duidelijk statement gisteravond op Glastonbury, een heel groot Brits muziekfestival. Hij bleef dezelfde zinnen herhalen en herhalen, terwijl zijn gezicht en kledij steeds roder kleurden van het nepbloed. En dan plots brak hij zijn zin af en verdween van het podium. Een beetje kleiner dan Glastonbury, maar zeker zo gezellig is Couleur Café, al meer dan 30 jaar een afspraak in Brussel tijdens het laatste weekend van juni. Het was gisteren de laatste dag van 3 dagen onmogelijkheid om stil te blijven staan. Het bonte Afro-Cubaanse gezelschap Sima Funk week de heupen van alle toeschouwers los. Echt iedereen danst. Je voelt de groepsfeer, je voelt dat iedereen samen is en ervan aan het genieten is. En ze stonden hier, hè. Ze stonden hier en oh, ik hou daarvan, mijn hart. Mijn hart bloeit op. Dank u wel. Ik ben klaar voor de zomer. Ik ben klaar voor de zomer. Rimbo, hey! Dit jaar heeft de organisatie nog meer ingezet op randanimatie en extra DJ-sets. En de formule slaat nog steeds aan. Bijna elke dag was het festival uitverkocht met 23.000 mensen. De nieuwe muzikale genres, vooral heel veel afropop gaan we doen. Dat leeft bij de jeugd heel fel, maar je ziet dat weinig op festivals eigenlijk. Dus ik denk dat we een van de weinigen zijn die dat kunnen doen. En we willen eigenlijk ook altijd een reflectie zijn van de diversiteit van Brussel. Zo is er Tiu Tiu, een Brusselaar met Marokkaanse roots die met zijn raai-muziek een wereldwijde aanhang kweekte via de sociale media. Hij heeft begrepen dat zijn muziek over de Marokkanen praat. De Marokkanen zijn teruggevonden in zijn muziek. Certes, hij is Belg, maar in feite hij heeft de cultuur van Marokko gehouden. Il l'a exporté en Belgique. De quoi est-ce qu'il chante? Bah, en fait, c'est de l'amour, de la joie, c'est le Maroc, quoi. Ik vind dat precies fantastisch van Couleur Café. Omdat je kan ook mensen komen kijken die bekend overal in de wereld zijn, dat wij niet kennen, dat ze minder commercieel zijn. I gotta ask a question. En daar wil Couleur Café ook volgend jaar op inzetten. Populaire muziek om veel jong volk mee te lokken. Ja, dag Eddy. Ook ambiance was dat WK3x3. En dan absoluut. Zeg ik was, want dat is toch wel uitgedraaid op een anticlimax voor de Belgen. Hè? Voor de Red Lions, voor de Belgian Lions moet ik zeggen. Ja, net als vorig jaar op de Olympische Spelen. Hè, de meest ondankbare plaats van allemaal. De vierde namelijk. De Lions zijn wel strijdend als leeuwen ten onder gegaan. De match voor het brons tegen Frankrijk is namelijk een onvervalste thriller geworden. Na verlengingen die wel een eeuwigheid leken te duren, werd het uiteindelijk 18-17 voor Frankrijk. Net als in Tokio vorige zomer, dus net geen medaille voor de Lions. Na een fantastische week op de groenplaats in Antwerpen zitten onze Belgian Lions nu toch met een wranggevoel.
geveld, uitgeteld. De domper is groot voor de Belgian Lions. Net als op de Spelen vallen ze net naast het podium. Een week vol enthousiasme eindigt met een anticlimax. Voor mij is deze geen goede week. Heel leuk. Je kunt matches op pleintje bewijzen als we gaan winnen. Heel, heel leuk. Poelenfase heel, heel leuk. Maar als je het niet afmaakt... Frankrijk begint gehavend aan de bronzen match. Het moet de hele wedstrijd met dezelfde drie spelers op het veld staan. Maar ze starten furieus en nemen een voorsprong. De Belgen komen in de match en zetten de achtervolging in. Met succes. We zijn al in de slotminuut wanneer dit gebeurt. En Nick Seelis pakt gelijk. 15-15. De Fransen komen nog opnieuw op voorsprong, maar opnieuw maken de Lions gelijk, nu via Vervoort. Verlengingen dus. 17-17. Wie scoort, wint. De Fransen trekken de uitputtingsslag naar zich toe. Geen brons voor België. Alweer de vierde plaats. Très, 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 très déçu. Je pense que je vais mettre longtemps à me remettre. On avait la victoire pour nous et on devait gagner aujourd'hui chez nous. C'était important. Ja, ik denk dat de mensen wel genoten hebben, maar ja, zo jammer als hier een medaille. Dat is iets, ik had graag iets meer naar huis genomen. En nu zal dat alleen maar een sportzak zijn, jammer. Ja. Zuur, helaas. In de finale van het WK heeft Servië zich tot wereldkampioen gekroond. Het versloeg Litouwen met 21-16. Vanop de vrijworplijn legt Brankovic de eindstand vast. Voor Servië is het al de vijfde wereldtitel. De Servische sterspeler Majstorovic kreeg naast de wereldtitel ook de trofee voor beste speler. Thibaut Vervoort werd tweede in dat nevenklassement. Voor Frankrijk was er naast brons bij de mannen ook goud bij de vrouwen. Onder leiding van de speelster van het toernooi, Laetitia Guapo, versloegen de Fransen in de finale Canada met 16-13. Voor Frankrijk is het de eerste wereldtitel in het 3x3 basketbal. Het WK kende nog een mooi emotioneel moment als afsluiter. Een van de Litouwse spelers ging na de medailleceremonie namelijk op één knie. En dan weet je wat er volgt. De man vroeg zijn vriendin ten huwelijk. Zij speelde het WK met het Litouwse vrouwenteam. En ze zei ja, gelukkig maar. Duidelijk en volmondig. Mooi. Zowat anderhalf uur geleden, daar bent u, is Wimbledon op gang geslagen. Dat is het derde Grand Slam toernooi van het jaar in het tennis. En nog altijd het meest prestigieuze van de vier. Er staan 8 Belgen op de hoofdtabel, waarvan er al 4 vandaag aan de slag gaan op het beroemde Heilige Gras. Spelers en speelsters uit Rusland en uit Wit-Rusland zijn niet welkom. Voor het overige is zowat iedereen op de afspraak. Het gras is weer netjes gemaaid voor een nieuwe editie van Wimbledon. Een veelbesproken editie omdat de organisatie Russische en Wit-Russische tennissers heeft geweerd door de oorlog in Oekraïne. Topfavoriet Novak Djokovic heeft er zijn bedenkingen bij. I can't say I fully agree to ban Russian tennis players, Belarusian tennis players from competing indefinitely. I just don't see how they have contributed to anything that is really happening. I mean, it's just, I don't feel it's fair. De mannentennisbond ATP was ook niet akkoord en besliste dat er op Wimbledon geen ATP-punten te verdienen zijn. De mannen die het vorig jaar hier goed deden, zoals Djokovic of finalist Berrettini, zullen dus veel punten kwijtspelen. Toch zijn er op de geblesseerden Federer en Osaka na amper afmeldingen. De eer is groot genoeg blijkbaar. Rafael Nadal houdt zich ver weg van de discussie. Hij is enkel begaan met zijn chronische voetblessure. I can't tell you if I gonna be in that positive moment for 1 week, for 2 days or for 3 months. Of course, the treatment that I did didn't fix my injury. Not improving my injury at all, but can take it out a little bit the pain. Bij de vrouwen is het uitkijken naar de comeback van Serena Williams na een vol jaar afwezigheid. I didn't retire, I just needed to heal physically, mentally. Maar de grote favoriete blijft de dit jaar zowat onklopbare Poolse Iga Swiatek. Het zal je niet verbazen, er is regen aangekondigd vandaag op Wimbledon. Dus hopelijk kunnen er toch wat Belgen aan de slag vanmiddag. We hebben wel een reportage straks met Kim de Baat, nieuwe kampioen in het wielrennen op de weg bij de vrouwen bij ons. Dat is om 7 uur straks. Dus. Dat is zeker. Oké, daar kijken we naar uit. Dank je wel, Eddy. Het begin van de zomer dan, dat is een ideaal moment, denk ik, om eens stevig te ontladen en alle stress van je af te gooien.
De Antwerpse ZNA ziekenhuisgroep die neemt dat gooien nogal letterlijk. Het personeel houdt vandaag een kampioenschap dektwerpen. Wat werpen? Wel, ze gooien met dekt. En dat zijn de draagbare telefoons die in een ziekenhuis gebruikt worden. De voorbije 2 jaar hebben die dekts misschien net iets te veel gerinkeld. Oké. Okay. Bijna standaard in de rechterzak van het uniform van een zorgkundige. De dekt, de interne telefoon. Het gaat soms veel af, ja. Ja. En dan heb je soms hoesting om dat eens mee te gooien. Het was heel druk om een idee te geven. We hebben meer dan 7000 COVID-patiënten opgenomen hier. Dat is 1 op de 10 in Vlaanderen, zelfs 1 op de 3 in de provincie Antwerpen. Dat was dus waanzinnig druk voor de collega's. En met de vakantie in aantocht is dit een mooi momentje om toch een beetje stress weg te gooien. Welke dienst? D0. En wat is dat? Cardio, neuro, neurochirurgie, vaatchirurgie en de diabetische voet. En met de COVID, alles. Het is een kampioenschap, dus iedereen krijgt 2 kansen om in een vak met zoveel mogelijk punten te werpen. De eerste was echt de frustratie eruit en probeer van die 200, maar ja, het probleem is dat hem dan veel te ver botste. En dan de tweede maar een beetje gecompenseerd in het gooien. En wie het beste geworpen heeft, krijgt van het ziekenhuis een massagestoel om helemaal te ontstressen. Dat is voor de vrouwen. Ja, dan zit jij in de running. Ja, hopen maar dat al die telefoons of wat er nog van overblijft achteraf netjes gerecycleerd worden. En voilà, zo heeft u het eerste journaal van de nieuwe werkweek weer achter de kiezen. Het volgende vanavond, dat is voor Xavier. En ook hij zal het over sociale woningen hebben, vermoed ik. Wie een te dikke spaarboek heeft, die kan binnenkort geen sociale woning meer huren. Bedankt voor het kijken. Ik wens u nog een heel mooie dag toe. Als je de wachtlijst doorlopen hebt, komt er de toewijzing van een sociale woning. Op dat moment gaan we vragen om effectief rekeningafschriften voor te leggen van al uw rekeningen. En op deze manier worden er steeds strengere voorwaarden opgelegd aan sociale huurders en kandidaathuurders, terwijl de absolute prioriteit uit het oog verloren wordt, namelijk de groei van die sociale huurmarkt. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat de Vlaming, die mee betaalt om die solidariteit te betonen, dat die ook weet dat zijn centen gebruikt worden om de juiste mensen te helpen.